En geweldig te zien dat de zaal zo vol zit en dat er ook zoveel jongeren zijn. Want het gaat over jullie. Het gaat over jullie toekomst en het gaat ook over wat wij als ouderen daar nog aan kunnen doen en in betekenen. En daarvoor ga ik jullie naar goed militair gebruik eerst even de put in praten om daarna weer hoop te geven. De vorige keer dat ik naar de heer Koeners sprak is 8 jaar geleden en dat was in het Vredespaleis. Tijdens een Planetary Security Conferentie en ik werd toen gevraagd daar te spreken en ik sprak over het thema klimaat en veiligheid. En toen ontplofte er een bom, figuurlijk. Schreeuwende krantenkoppen, de een na de andere media kwam aanstormen, dat de CDS voorspelt klimaatoorlogen. Het parlement was overstuur, mijn minister werd naar de Kamer geroepen om zich te verantwoorden voor mijn uitlatingen en of ik namens het kabinet sprak. Allerlei klimaatbewegingen kwamen in opstand, want ik was hun thema aan het kapen. En ik wilde dat misbruiken om het defensiebudget te verhogen. En zo was iedereen een beetje overstuur. En dit is de enige keer in mijn hele leven dat ik viraal ben gegaan op social media. Dus dat twijfelachtige genoegen heb ik ook gehad. En dat gaf mij dus die bijnaam de klimaatgeneraal. En dat was toen heel spottend bedoeld. Maar ik heb besloten die bijnaam te omarmen als een soort geuzetitel, omdat ik gewoon zag hoe broodnodig het was. Want wat ik daar vertelde, ging eigenlijk over mijn ervaringen. Wat ik daar vertelde is over in de missies wat ik heb meegemaakt. En de eerste missie was in Afghanistan. Dat was voor mij een soort eye-opener waar ik zag. We hebben in een dorpje genaamd Chora hebben we heel lang moeten vechten om de Taliban daar te verdrijven. Daar zijn we uiteindelijk wel in geslaagd. Maar we kwamen erachter dat we het probleem niet hadden opgelost. Allemaal boeren, allemaal water nodig. En er was te weinig water. En daar hadden ze ruzie over wie krijgt hoeveel water. Toen hadden ze nog geen gemeenschapsbeweging daar die dat kon oplossen. Dus toen wij dat in de gaten hadden en konden bemiddelen in een oplossing voor dat watervraagstuk. En dat ook geaccepteerd werd, toen werd het rustig. En een jaar later kon ik met onze huidige koning door de hoofdstraat van het dorp wandelen met relatief weinig bescherming. Wat een enorme omslag liet zien. Niet alleen door het militaire optreden, maar juist omdat we ook de bron van het conflict lokaal wisten aan te pakken. En dat heeft alles met het klimaat te maken. En dat zag ik ook in andere missies. In Irak zag ik hoe IS de dam van Mosul bezette en daarmee water als een instrument van macht gebruikte over de lokale bevolking. In Somalië zag ik hoe de droogte en de opwarmende kustwateren, vissers en boeren het perspectief op leven ontnam en ze dus aandreef tot piraterij en tot extremisme bij Al-Shabaab. En de heer Koeners en ik hebben samen in Mali ook gezien hoe daar, mede door de droogte, het extremisme opbloeide en het land destabiliseerde. En zo zijn er heel veel voorbeelden om ons heen als we er eens met zo'n bril naar gaan kijken. Dus voor mij was dat een soort bewustwording. En dat heb ik daar geprobeerd uit te leggen in die conferentie. En het kabaal eromheen heeft mij eigenlijk alleen maar vastberadener gemaakt om daarmee verder te gaan. Omdat ik, en ik zeg het even naar de jongeren in de zaal, ik schaam mij. Ik schaam mij voor de wereld die wij, mijn generatie, achterlaat voor jullie. De erfenis waar we jullie mee opzadelen is een deels uitgeleefde wereld. We hebben de afgelopen 80 jaar in veiligheid, vrede kunnen leven. We hebben een enorme welvaart opgebouwd, maar aan die welvaart zit ook een prijs. En die prijs, daar worden we nu steeds meer mee geconfronteerd. En laat ik daar eens wat dieper op ingaan. Want toen ik stopte bij Defensie, ben ik een wereldwijd netwerk gaan starten op het gebied van klimaat en veiligheid. En als ik over klimaatverandering praat, dan moet je dat denk ik zien in de context van een aantal andere grote trends. We hebben te maken met een groeiende wereldbevolking. We zaten begin deze eeuw op 6, nu op 8 en we gaan naar de 10 miljard mensen. Dat is een enorme groei. Met dus ook een groei in vraag. Om ruimte, om water, om eten en om goederen. Daartegenover staat een toenemende grondstofschaarste. Oftewel een kloof tussen vraag en aanbod wereldwijd. Die kloof wordt steeds groter. Daartussenin zit klimaatverandering. En wat klimaatverandering doet, het beperkt eigenlijk het vermogen van de wereld om die kloof te overbruggen. En datzelfde doet eigenlijk ook de geopolitieke verandering die we nu zien van een globaliserende wereld naar een meer fragmenterende wereld. We raken steeds meer verdeeld, we hebben machtsblokken en we krijgen te maken met meer competitie. En die verdeeldheid maakt het ook heel moeilijk om mechanismen zoals in de VN, om die werkend te houden, om tot besluiten te komen. Het maakt het eigenlijk vrij machteloos. En die krachten spelen op elkaar in.
En één ding is zeker, als wij die kloof tussen vraag en aanbod niet weten te overbruggen, gaan wij meer competitie zien en dat leidt per definitie tot meer conflicten. De geschiedenis laat dat over en over weer zien. Eén ding is ook zeker, als wij die kloof willen overbruggen, doen we dat niet door twee keer zoveel te gaan produceren op de manier zoals we nu produceren, want dan gaan we ook twee keer zo snel die aarde uitputten. Het moet dus anders. En de sleutel zit in grondstofonafhankelijkheid. De sleutel zit in het vinden van manieren dat we ons gebruik naar beneden brengen. Op dit moment zijn wij één grote verbruikseconomie en we moeten meer naar een gebruiks- en een hergebruikeconomie. En dat is een grote omslag. Maar wereldwijd zorgt die voor spanningen. Op het regionale niveau zien we dat klimaatverandering hele verschillende effecten heeft in verschillende delen van de wereld. En je ziet links de landen die het hardst geraakt worden door droogtes. En dat zijn vooral kwetsbare landen, dat zijn fragiele landen die sowieso al heel veel problemen hebben en die eigenlijk door klimaatverandering een beetje over de grond, over de rand van de afgrond worden geduwd. En rechts zien we de landen die het meest kwetsbaar zijn voor overstromingen. En let ook even op Zuid-Azië. Enorm kwetsbaar. En daar woont het gros van de wereldbevolking. Daar liggen de meeste megasteden. En die liggen allemaal aan de kusten en rivieren. Meest kwetsbaar voor overstromingen. En dat is ook de fabriek van de wereld. Onze hele economie draait voor een belangrijk deel op dat gebied. Dus het is allemaal met elkaar verweven en het raakt ons ook direct hier in Nederland. Maar het heeft ook effecten. Als ik bijvoorbeeld naar Afrika kijk, naar de droogte, de impact van droogte, dan zie je dat het mensen het perspectief op leven ontneemt. Ik reisde voor die verfilming die net genoemd is, reisde ik door Somalië dit jaar, door Irak, door Bangladesh. En ik zag gewoon wat de enorme impact is op lokale communities. Die kunnen niet meer rondkomen zoals hun voorouders dat generaties lang hebben gedaan. Mensen worden wanhopig. En wat doe je in je wanhoop? Wat doe je als je een gezin moet onderhouden en je boerderij droogt uit, je vee gaat dood? Dan ga je wanhopige keuzes maken. Dus het drijft mensen tot onvrede, het drijft mensen tot interne spanningen, maar het drijft mensen ook tot keuzes voor bijvoorbeeld migratie, of voor extremisme, of voor georganiseerde criminaliteit. Niet omdat ze dat graag doen, maar omdat ze geen alternatief hebben. En dat zien we nu opbloeien in veel van die landen. In Irak zag ik dit meisje. En wat dit meisje aan heeft hier, is alles wat ze heeft. Dit zijn al haar bezittingen. En met haar hele familie woont ze in die tent. Het is daar winter, het vriest 's nachts, de regen gaat er dwars doorheen en dan slapen ze in de blubber. En naast haar stond haar vader. En haar vader was een rijke boer. Had heel veel land, had heel veel vee. Maar door die droogte moest hij zijn land opgeven en moest zijn vee één voor één verkopen om zijn gezin te kunnen onderhouden. En op een gegeven moment is het gewoon op. En hij belandde in die tent in Mosul. De stad Mosul is in 2 jaar tijd verdubbeld in omvang, van 1,5 naar 3 miljoen mensen. En dat zijn allemaal dit soort mensen. Vanuit het platteland trekken ze naar de steden. En dat zien we in heel Afrika ook gebeuren, dat zien we in het Midden-Oosten gebeuren, dat zien we in heel veel gebieden gebeuren die door klimaatverandering worden getroffen. En in die steden kunnen ze vaak geen werk vinden en krijg je dus die effecten die ik net beschreef. Daarnaast zijn we natuurlijk natuurrampen. Ieder jaar zien we nieuwe records in de kranten staan. Afgelopen jaar 66 grotere rampen in de wereld met meer dan 1 miljard schade. In totaal 350 miljard aan schade. En maar 1/3 verzekerd. Hè? Dus de gros van de prijs van een natuurramp ligt bij de burger, ligt bij de gemeenschap of ligt bij de overheid. En dat wordt steeds meer een economische factor ook. Dus dit is geen prettig plaatje. Maar ik hou het toch even voor om even aan te geven waarom dit zo belangrijk is dat we hier doen. Waarom het zo belangrijk is dat we die SDG's allemaal omarmen, dat we ermee aan de slag gaan op alle niveaus. En wij kunnen allemaal iets betekenen. Ik ben absoluut niet pessimistisch. Maar één ding is zeker. Het moet wel anders. Wij kunnen de oplossingen niet verzinnen door voor te borduren op oude manieren van werken. Op oude manieren van leven. Wij zullen ons moeten aanpassen. Wij zullen moeten veranderen. En dat betekent dat wij moeten gaan samenwerken. Samenwerken om de uitstoot te verminderen, dus het probleem niet groter te laten worden, maar ook samenwerken om ons aan te passen aan alles wat we niet kunnen voorkomen. En helaas wordt dat ook steeds meer. En dan heb ik hele mooie voorbeelden van hoe individuen een verschil kunnen maken. Die man met die grote hoed in het midden, die kwam ik tegen tijdens een conferentie die ik organiseerde. En die zei, generaal, prachtige verhalen hier op die conferentie, heel mooie grote verhalen, maar ik heb de oplossing voor het wereldwaterprobleem.
Ik wil water uit de lucht halen in de woestijn. En hij was geïnspireerd door een koud blikje frisdrank wat hij in de zomer op tafel zet. En wat gebeurt er dan? Het wordt nat. Hij zei, dat blikje dat produceert water uit de lucht. Als dat blikje dat kan, moet ik dat ook kunnen. En dat wilde hij gebruiken. En hij maakte het zichzelf heel moeilijk, want hij wilde dat doen met heel weinig stroom. En er zijn heel veel bedrijven in de wereld die dit proberen en er is nog geen eentje gelukt. Dus het was een fantastisch verhaal en ik zag ook heel veel potentie. Als ik alleen al naar Defensie kijk, wij vervoeren miljoenen flesjes drinkwater naar missiegebieden. Moet je kijken wat dat kost. We produceren een enorme plastic afvalberg, daar moeten we ook weer vanaf. Moet je kijken wat een logistiek daaraan vastzit, wat een enorme kosten daaraan vastzitten. Op het moment dat je het zelf ter plekke kan produceren, kan je dat allemaal aan de kant zetten. Maar je kan ook een lokale gezin in de Sahelregio onderhouden en met een groter apparaat kan je een heel dorp onderhouden van water. En dan hoeven ze niet van die wanhopige keuzes te maken. Dus dit soort innovaties kunnen de sleutel naar de oplossing zijn. Dus ik gaf hem een kans, ik zei kom maar mee, gaan wij naar Mali. En een week later mocht hij in een vliegtuig, ging allemaal wel heel snel voor hem. Maar hij heeft het wel gedaan. En hier ziet u hem met zijn teampje knutselen in de woestijn. En hij is erin geslaagd om daar water uit de lucht te halen. 1 glas. Maar hij is daarmee verder gegaan, we zijn hem blijven helpen. En uiteindelijk heeft hij dat vergroot. En uiteindelijk stond hij zelfs in de World Expo in Dubai. En daar produceerde hij 1000 liter water per dag. En dit toont de magie van innovatie en de kracht van het individu. En wij hebben allemaal zo'n stukje magie in ons. Wij zijn allemaal kracht. We hebben allemaal ideeën hoe we onze omgeving, groot of klein, hoe we daar een verschil kunnen maken. En ik zou zeggen, doe het gewoon. Want mijn motto is, think big, act small, start somewhere. Dus durf groot te denken, maar begin vooral in je eigen wereld, in je eigen omgeving. En begin daar het verschil te maken. En van daaruit kan je gaan, al dan niet gaan groeien. En ik zie dat gelukkig heel veel gebeuren, want die technologieën bieden kansen. Die kansen, allerlei soorten technologieën komen op. Er is heel veel innovatie op dit moment. Ik zeg niet dat technologie dé oplossing is, maar het is wel een belangrijk deel van de oplossingen die ons kan helpen om veel meer zelfvoorzienend te worden. Om onze footprints te verkleinen. Ik zie in huizen die helemaal energiesystemen worden. De daken worden bedekt met folie, de ramen kunnen energie gaan opwekken. Dus in de toekomst kan een huis zelf zelfvoorzienend worden. En een gemeenschap ook. In de buurt kan je samen aan energieopslag doen. Hoef je energie niet meer te transporteren. Hoef je ook niet meer last te hebben van die hele netcongestie die we in Nederland hebben. Er zijn heel veel ontwikkelingen, maar we moeten er wel mee aan de slag. En ik zie ook heel veel mooie initiatieven van start-ups. Er zit gelukkig ook veel bedrijfsleven in deze zaal. En ja, het vereist moed. Het vereist moed om risico te nemen. Het vereist moed om iets nieuws te starten. Het is veel makkelijker om proven quality, om daar lekker op voor te borduren. En dat doen de meeste bedrijven, laten we eerlijk zijn. Maar ik zie heel veel bedrijven die aan het kijken zijn, hey, hoe kunnen we goederen weer een nieuw leven geven? Hoe kunnen we daar een vervolg aan geven? Hoe kunnen we levensduren verlengen? Hoe kunnen we dingen gaan hergebruiken? En dat heeft nog een enorme potentie, omdat we nooit met zo'n bril naar onze producten hebben gekeken. En zo zie ik ook grotere bedrijven die nu veel meer naar de design van hun producten kijken. Van hoe kunnen wij zorgen dat we die ontwerpen minimalistischer maken. Dat we gebruik maken van minder zeldzame materialen. Dat we zorgen dat wat wij bouwen ook weer een hergebruik kan hebben daarna. Hoe kunnen wij misschien ook de instandhouding van het product gaan ondersteunen. Dus je ziet ook in het bedrijfsleven een soort kentering ontstaan om meer aan die duurzaamheid te gaan werken. En ik denk dat daar een heel groot deel van de oplossing ook ligt. Maar dat vereist wel nieuw ondernemerschap. En het vereist ook dat je daar in investeert, dat je daar risico's in durft te nemen. En dat zijn wij een beetje verleerd met elkaar, omdat wij zijn opgegroeid in een wereld die voorspelbaar was, waar voldoende grondstoffen waren, zijn we ook een beetje lui geworden met elkaar. En ik denk dat dat ondernemerschap weer een nieuwe impuls mag hebben. Want alleen door samen te kijken, door samen te werken, kunnen we dat doen. En kunnen we zorgen dat we minder grondstofonafhankelijk worden, dat we de aarde sparen en daarmee een hoop ellende kunnen voorkomen. Want dat is mijn zorg. Ik doe dit vooral voor mijn kinderen en voor de jongeren hier in de zaal. Ik maak me gewoon zorgen wat er gaat gebeuren als we hier onvoldoende actie op ondernemen. Ja, iemand heeft dit voor mij gemaakt. Maar ik denk dat we het samen kunnen. En ik zou zeggen, laten we aan de slag gaan. Dank jullie wel.